Hallo, we zijn nu bij de volgende fase. We gaan meer details aanbrengen en nog speuren naar dingen waar ik misschien nog niet ben geweest. Maar we gaan nu naar het verdere uitwerken van het werkje, van het stilleven. Dus daar gaan we nu weer mee aan de slag. Ik zie bijvoorbeeld hieronder is het super donker. Er kan nog ietsjes meer licht en donker aan brengen. Dus het vooral heel donker aanbrengen bedoel ik eigenlijk. Dat is hieronder. Dat net daaronder ietsjes dieper is. Dat maakt net het verschil in de diepte. Er zit hier ook iets heel donkers. Maar dat is moet je gewoon niet zeggen. Dan ga ik de details verder uitwerken. Ik heb hier een paletmesje. Daar kan ik soms ook even wat details aanbrengen door een soort van te stempelen. Dan krijg je een heel mooi randje. En die gaat er ietsjes overheen. Kijk. En als je naar details gaat, altijd een kleiner kwastje gebruiken. Nou, die hoge lichten zijn ook heel belangrijk. Dat zit hier. Op bepaalde puntjes pakt hij wat meer licht. Dan ga ik die luchtbellen erin zetten. Even kijken of dat een beetje gaat werken. Met een klein kwastje. Er zitten rondom die belletjes ook weer wat licht. Dat hoef je niet overal te doen, maar op bepaalde plekken kan je het wel even aangeven dat het er is. Dus er zit een soort structuur, probeer ik erin te krijgen, dat luchtige. Soms ga ik ook dichterbij kijken, omdat ik wil alleen eventjes kijken hoe de kleur in het licht zit. Dus niet naar de vorm zitten te kijken. Maar omdat ik nou, dat plastic zit er overheen. En soms word ik er een beetje door afgeleid. Maar ik wil wel eventjes dat het brood er goed in staat. Dus daarom kijk ik soms in het detail. Belangrijk is dat je wel gewoon de grote vormen blijft zien. Maar soms kijk je er even om iets meer de toon te zien. Het is helemaal niet erg om af en toe naar het voorwerp even te lopen. Om even goed te kijken hoe het in elkaar zit.
Maar je moet uiteindelijk de grote vormen moet je natuurlijk blijven bekijken. Soms kijk ook door mijn oogharen, dan kan je net ook wat meer de toon zien in plaats van de detail. Is het belangrijk om soms gewoon door je oogharen te kijken naar toon. En die, waar de allerlichtste plekken zitten en waar de allerdonkerste plekken zitten. Dit is ook heel belangrijk. Met toon kan je heel, heel veel bereiken. Daar krijg je veel meer ruimtelijkheid door. Hier zit een hoekje, die is ook wel spannend. Dit gaat er weer overheen. Nou, dit is de fase van de details van het brood. Het ziet er nog vrij grof uit. Maar ja, dat is ook wel zijn charme. Je kan het natuurlijk ook nog veel verder uitwerken dat het wat fijn geschilderder wordt. Maar we gaan nu hiermee laten. En ik hoop dat jullie wat van opgestoken hebben.